James is een dag te gast in Groningen, te gast bij Voice. We hebben iemand aan tafel van Voice, Ben Hoetmer. Wat doet Voice? Ja, hartstikke welkom hier bij Voice. Ja, leuk dat jullie er zijn. Voice is een zakelijke telecomprovider. Dus wij zorgen dat bedrijven telefonisch bereikbaar zijn. De meeste bedrijven die ik ken zijn eigenlijk best wel telefonisch bereikbaar. Als genoeg mensen hebben om telefoons op te nemen. Wat is het verschil met via de... Wat we eigenlijk hebben gedaan is de klassieke telefooncentrale opgepakt en in de cloud gezet, op het internet nagebouwd. En vanuit daar eigenlijk als dienst leveren we dat aan de zakelijke markt. Dus hoef je niet meer een systeem te kopen en is morgen weer oud, maar betaal je gewoon precies voor wat je gebruikt. Ook meer of minder mensen, onze klanten, hè, zeker in het MKB-segment en start-up-markt, die groeien heel hard of splitsen zich weer op of wat dan ook. En dat groeit gewoon met zich mee. Dus als je naar een nieuwe klant toe gaat, wat zeggen jullie dan? Waarom moeten klanten naar jullie overstappen? Wat is het voordeel? Is het prijs? Is het flexibiliteit? Het is een stukje flexibiliteit, een stukje schaalbaarheid. En wat je zegt, elk bedrijf is bereikbaar. Nou, elk bedrijf kan je bellen. Hè, of ze bereikbaar zijn, dat is natuurlijk nog vraag 2. En gewoon ook in de techniek kan je natuurlijk heel veel slimme dingen doen om een bedrijf beter bereikbaar te laten maken. Dus daar denken we ook graag in mee en daar ondersteunt ons platform ook. Geef daar eens voorbeelden van. Hoe doen jullie dat? Kijk, je kent natuurlijk allemaal de hele ingewikkelde keuzemenu's. Ken je natuurlijk wel dat je niet meer weet waar je zit en weer terug moet. Of geen keuze, verbinding wordt nu verbroken, tot ziens. En dan zit je dan met stoom in je oren op de bank. Wij hebben gezegd laten we kijken hoe we op andere manieren kunnen zorgen dat een telefoontje op de juiste afdeling uitkomt. Ja, dus op basis van herkenning van het nummer bijvoorbeeld. Van ik zie dat dit nummer belt. Die staat in ons CRM-pakket op die afdeling, dus hij gaat daarheen. Ja, het is een beetje op die manier. Maar iemand van de marketingafdeling, die sluis je door naar de marketingafdeling, bij wijze van spreken. Ja. Dus als ik bel en ik ga over grootzakelijk of over kleinzakelijk, dan zien we, die belt waarschijnlijk daarvoor. Dus daar kunnen we al een soort voorspelling op doen waarover hij gaat bellen. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk en simpel als het werkt, maar dit veronderstelt natuurlijk een enorme integratie van allerlei systemen aan de achterkant. Ja. Om die intelligentie in zo'n systeem te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk vaak niet voorhanden. Hè? Dus hoe werken jullie dan ook op locatie met zo'n bedrijf om die systemen met elkaar te integreren? Of hoe werkt dat? Ja, als je het over die systemen hebt, heb je het vaak natuurlijk over het CRM-pakket. Hè? Dus daar waar alle informatie van de klanten in staat. We hebben een redelijk standaard koppeling die met meer dan 40 pakketten koppelt. Dus alle bekende pakketten die er zijn in de markt, daar kun je vrij eenvoudig met een wizard doorheen lopen en dan heb je hem gekoppeld. Dus dat vereist niet zoveel technische kennis. Daarnaast kan je hem ook nog op basis van een custom koppeling wel zeggen van ik heb een eigen pakket gebouwd, dus ik wil echt zelf database niveau koppelen. Dan ga je heel inderdaad diep de techniek in. En zelf zijn we natuurlijk ook aan het kijken van communicatie verandert, hoe we nu bellen. Zo bellen we over 10 jaar niet meer. Hè, met een toestel op het bureau. Dat is allemaal mobile first geworden. We gaan het nog verder doorvoeren naar een AI first omgeving. En zal je ook zelf zien dat ons businessmodel en onze producten daar ook in zullen moeten veranderen. Ja, op wat voor manier dan? Als je het zegt van als ik statement maak van zoals we nu bellen, bellen we over misschien over 5 tot 10 jaar al niet meer, dan zullen wij zelf daar ook met nieuwe diensten en nieuwe producten moeten stappen. Beginnen. Maar wat voor nieuwe producten en wat voor nieuwe diensten? In welke richting? Ik ben vooral geïnteresseerd in die visie die jullie daarop hebben. Ja, als we het hebben over het CRM-pakket, hebben wij daar zelf een CRM-pakket voor ontwikkeld. Hebben wij gezegd, hoe gaan we in de toekomst ontwikkelen? Dat hebben we gebouwd, dat heet Lily. En daarin zitten al die integraties gebouwd. En een onderdeel daarvan is inderdaad nog telefonie. Maar er zit e-mail in, daar zit webchat, daar zit social media. Dat wordt natuurlijk één regiefunctie van waar je nog de controle over je communicatie met je klant gaat houden. En uiteindelijk, al die technieken die daarin zitten, die gaan natuurlijk voor iedereen beschikbaar worden. AI wordt straks commodity, dat heeft iedereen. Weet je, nu is het nog emotieherkenning in telefoongesprekken, dat heeft iedereen. En je zal straks alleen nog het verschil kunnen maken in die human touch. Dus daar waar je nog als mens contact hebt met de andere mens, want dat vinden we gewoon heel fijn. Niemand is een beter mens dan een mens. Dat gaat AI nooit van ons afpakken. Dus die baan zullen we altijd houden, de baan als mens. Mm-hmm. En hoe zet je in die mengelmoes van allerlei manieren voor communiceren, je klant weer centraal? Je bent wel heel knap in het in 1 minuut noemen van 27.000 verschillende aspecten van waar het allemaal heen gaat. AI en dat wordt. Maar goed, nu ben ik er gewoon niet een middenbedrijf, maar gewoon een klein bedrijf. Ja. Met 5 werknemers en dan kom jij langs en dan begin je over AI.
van hoe ziet je pitch er daar uit? Waarom zou ik, ik ben een aannemer, ik heb 3 auto's op de weg, een kantoormiep en weet je wel, wat mensen in het magazijn en that's it. Ja, maar eigenlijk is het juist die bedrijven wat het zo leuk is om dit aan... Ja, maar aan... moet je wel onder... Wat is dan je verhaal? Eigenlijk, als je het ziet, als je het allemaal samenvat wat ik net zeg, is het eigenlijk één grote personal assistant die je krijgt. En iedereen verdient een personal assistant, want dat is gewoon heel erg fijn. Alleen is dat niet meer een persoon, maar is dat het software die je daarvoor hebt. Dus in de manier van je communiceert of je e-mailprogramma. En daar zal dat allemaal in zitten. De meeste van de technieken zal je niet zien als gebruiker. Zal gewoon net als lijken als dat je nu een e-mail schrijft. Nou, dat is niet heel ingewikkeld. Dat doet iedereen dagelijks waarschijnlijk veel te veel als dat hij eigenlijk wil. Ja, maar geef daar dan een voorbeeld van, zeg maar. Wat verandert er dan nog? Hoe worden dingen makkelijker, automatisch, et cetera, voor dit specifieke voorbeeld, voor zo'n klein bedrijf? Welke handelingen doet iemand nu die straks of makkelijker of beter of sneller gaat? Ja, als je kijkt, als je een x-aantal telefooncontacten per jaar hebt en hoeveel tijd je eigenlijk in zo'n gesprek kwijt bent met het opzoeken van de juiste informatie van zo'n persoon. Als je aannemer bent en je bent onderweg, dat is om jouw voorbeeld te nemen, en een klant belt op, dan wil je op die tablet gewoon direct de projectinformatie zien en weten hoe je andere onderaannemers, wat hun status is, zodat je die klant dan direct daar het antwoord op kan geven. Hè, dus daar wil je naartoe, daar waar je vroeger zegt van dan ga ik even allemaal assistenten vragen. Dat heb je straks gewoon in de techniek zitten. Ja. En het liefst zo snel mogelijk. Maar jij zegt, dus als je zei het net al, hè, maar jullie zijn begonnen als een bedrijf wat zeg maar telefonie digitaal maakte. En nu zit je in de fase van, oké, als iets dan digitaal is, hè, hoe kun je daarvan profiteren? Hoe kun je dingen aan elkaar koppelen? Hoe kun je dingen slimmer maken? Hoe noemen jullie jezelf nu nog? Speelt telefonie nog een begrip in jullie... In jullie pitch, of is die straks verdwenen? Is die er nu nog wel, maar straks verdwenen? Op pagina. Telefonie voor prachtige, kleine en middelgrote bedrijven. Ja, ja, dat is wat je nu nog doet, zie je wel verdwijnen straks. Ja, wij zullen zeker vandaag, morgen ben ik bij de klant en verkoop ik telefonie. We zijn telefonie operator ook in Nederland, is provider. Dus dezelfde status die KPN, T-Mobile, Vodafone hebben. Dat hebben wij ook. Dus daar kunnen wij ons fantastisch op profileren. Maar wat je natuurlijk ziet bij bedrijven, wat je nu ziet in de techniek... Als je kijkt naar Facebook bijvoorbeeld nu, die heeft Instagram gekocht. Instagram TV is deze week gelanceerd. Ja. Instagram cannibaliseert eigenlijk heel Facebook momenteel. He, daar waar het helemaal aan het shift is, daarheen. Facebook durft zichzelf opnieuw uit te vinden eigenlijk en iets uit te brengen wat hun zelf bedreigt. He, putting yourself out of business is veel leuker als dat iemand anders het doet. Apple heeft het ook gedaan. Die had de iPod, de marktleider... kon niet beter, toen kwamen ze met de iPhone. Niemand koopt nu meer een iPod, want alles zit in de iPhone. Ja. Dus het is heel belangrijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Ja. En jij, onder de omschrijving die ik van jou kreeg, stond simpelweg ondernemer bij Voice. Wat betekent dat, ondernemer bij Voice? Is dat de omschrijving die van jullie komt? Of is dat de omschrijving die ik gekregen heb? Zijn er ondernemers bij Voice? Nee. Of zijn Voice allemaal ondernemers? Ja, het leuke is, bij Voice hebben we bedacht, we gaan geen managementstructuren inbrengen. We gaan geen lagen creëren, geen hiërarchie. Dus iedereen is eigenlijk gelijkwaardig bij ons. En daarin ben je heel ondernemend. Want je bent namelijk met z'n allen een onderneming. Dus je moet allemaal ondernemend zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat we doen. Daar hebben we de organisatie voor ingericht, de middelen voor neergezet. Als je mensen de vrijheid geeft en zegt van hey, je bent verantwoordelijk voor dat wat je doet, moet je ze ook de mandaten geven om de keuzes te kunnen maken om dat ook te kunnen doen. Ja, ja, wat is jouw specifieke verantwoordelijkheid bij Voice? Ik hou me met name bezig met de grootzakelijke klanten die we bij Voice doen. Dus daar waar Voice vanuit het verleden is gestart, echt voor de onderkantmarkt. Dus ZZP, MKB-markt. Daar doen we nu al sinds enkele jaren heel succesvol ook de grootzakelijke klanten erbij. En die mogen we adviseren in prachtige oplossingen. Ja. Ik denk dat we Mark, hoe lang? 3 jaar geleden een keer in de uitzending hadden. Toen waren de groeicijfers indrukwekkend. Gaat dat nog steeds zo? Ik weet niet welke toe zijn gepresenteerd. Maar de groeicijfers zijn nog steeds indrukwekkend. Tenminste, ik ervaar het nog steeds als heel bijzonder om te zien hoeveel groeien. Niet alleen hoeveel groeien aantallen van klanten. Dat gaat heel goed in teamomvang. Ook in bedrijven, als je nu kijkt naar ons nieuw kantoor. Hoeveel mensen hebben jullie nu zitten boven? Want jullie zitten hierboven? Ja, we zijn hier zo met een 50, 55 mensen die bij Voice werken. Ja. En dan hebben we nog ons zusterbedrijf. Die de techniek ontwikkelt.
daar zitten ook nog eens een keer zo'n 50 mensen. Ja. 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 Hoe lang werk jij bij Voice? 2014 ben ik begonnen. Ja. Heb je moeten wennen aan deze huidige manier van werken, zeg maar? Dat maakt Voice, behalve het product, maakt dat een bijzonder bedrijf? Hiervoor zat ik bij een start-up, dat was mijn eigen bedrijf, die we hebben samengevoegd met Voice. Dus toen werkte je al zonder baas, bedoel ja, je? Ja, ja, ja. Moest je al alles doen? Toen werkte misschien de andere met één baas. maar er was nog veel meer start-up, dus daar was eigenlijk nog vlak, daar stonden we eigenlijk op de grens van, hey, moeten we niet meer structuur in aanbrengen? En dus we hebben eigenlijk ook nooit die hiërarchie gehad die je zou hebben als je op een traditionele manier zou zijn doorgegroeid. Hey, we zullen niet te diep hierop ingaan, want het gaat eventjes over Voice. Maar, één ding. Waarom zou je deze structuur wel aanbrengen in je bedrijf? Wat maakt het beter voor het bedrijf Voice? Nou, kijk, het is best wel raar om te denken dat je als manager of je als CEO altijd de beste ideeën hebt. Die komen namelijk van iedereen. En het is heel interessant om te zien als je mensen op posities zet en een vrijheid geeft, hoe mensen zich ontwikkelen, hoe mensen zich daar uithalen. We hebben eigenlijk allemaal heel veel goede eigenschappen. Ik bedoel, we kunnen allemaal een huis kopen, we kunnen lening krijgen bij de bank, we kunnen vakantie plannen naar Zuid-Frankrijk, maar toch moeten we de manager vragen of we deze paperclips mogen kopen. Dat is toch een beetje gek. Mm-hmm. Dus als je die barrière weghaalt eigenlijk, dan kunnen mensen zich heel erg mooi daarin ontwikkelen. Ja. Is het voor iedereen in zo'n structuur? Of zie je ook mensen vertrekken die denken van, ik zit eigenlijk gewoon liever bij een partij waar ik hou er eigenlijk wel van, gewoon een beetje die top-down structuur. Ja, die mensen zullen het ongetwijfeld zijn. We hebben hier mensen, jonge mensen zitten. We hebben van 18 tot 60 werk bij ons. Dus qua leeftijd en qua maakt het eigenlijk niet uit in welke doelgroep je valt en kan je hier prima in werken. En er zijn mensen die zeggen misschien, ik vind misschien het andere structuur net iets beter. Ja, dat blijft altijd natuurlijk. Ja. Als jij naar, je schetst het net al een klein beetje, je zei van, nu staat op de voorpagina, telefonie, dat is het belangrijkste stuk. Maar als ik jouw toekomstbeeld net hoorde, dan zeg je van, we gaan eigenlijk veel breder eigenlijk in de serviceverlening voor bedrijven zitten. Zoiets als Lilly, hè, wat bij de collega's van Spindel gebouwd is, maar eigenlijk uit jullie eigen, uit jullie behoeften voortkomt. Zitten daar nog veel mogelijkheden? Want je zou zeggen, die hele CRM-wereld, ja, er zijn nogal veel partijen op actief. Hè? Wat miste daar nog dat jullie nu aan het bouwen zijn of gebouwd hebben? Ja, nou, wat sowieso heel grappig is, inderdaad, onze collega's van het DevHouse, dus zeg maar de programmeurs, de nerds, die hebben het gebouwd in combinatie met zeg maar de behoefte die wij weer zagen aan de voorkant in de markt. En eigenlijk wat je ziet is dat de meeste CRM-systemen die er zijn, we hebben zelf ook heel veel geprobeerd, die slagen daar niet in om de klant centraal te zetten omheen. Die zeggen van het moet iets opleveren of het moet data geven of het moet dat geven. En de openheid daarin ontbreekt. Wij kunnen niet het beste in dit zijn en niet het beste in dat zijn, maar we kunnen wel connecteren met wat het beste in dit en dat daar is. Dus API's, natuurlijk een bekende term, zullen jullie vaak horen bij bedrijven die in tafel zijn, maar dat is wel gewoon waar wij heen gaan. Ja, en dat is in de communicatie zo, dat is in Lilly zo, hè, want als je straks vanuit je Uber-app misschien de taxichauffeur belt, kan het best zijn dat misschien wij dat wel aan de achterkant doen. Maar dat zijn API's die je in je platformen kan hebben. Ja. En dan nemen jullie het in die zakelijke telefonie. Mark, je zei het net al, je noemde ze net al, je neemt het op tegen echt hele grote jongens. De KPN, de Vodafones van deze wereld. Hoe lastig is dat? Zijn zij in staat zeg maar te schakelen op de snelle ontwikkelingen die jullie doormaken? Ze hebben natuurlijk ontzettend, de grote partijen hebben heel veel budget beschikbaar, heel veel research. Dus ze zien altijd wel dingen al heel snel. Ja. Maar zich daarop te richten, dat gaat altijd wat trager. Ik weet niet of jullie Formule 1 kijken, wel eens kijken. Ja. Nou, we weten inmiddels met Max Verstappen dat niet altijd de snelste wint. Op de lange ende misschien wel, maar in de bochten, daar gebeurt het. Dus juist daar waar je wendbaar moet zijn, juist daar waar je van koers moet veranderen. Daar hebben gewoon grotere bedrijven veel meer last van. Daar waar wij zelf ook doorgroeien, maar kunnen segmenteren en door middel van de zelfsturing die flexibiliteit kunnen houden. Ja, ja, want dat was dan mijn volgende vraag. Want dat is een mooi theoretisch concept, maar in de praktijk is dat soms toch wel een beetje weerbarstig. Als je natuurlijk groter wordt, dan ontstaan er allemaal nieuwe problemen. En hoe kijken jullie daarnaar? Wordt daar heel actief
binnen jullie bedrijf al voorgesorteerd op volgende lagen? Of hoe ga je dat zelfsturend oplossen als je straks hier met 500 man zit? Ja, nou ja, ik denk niet eens dat we het... Ik denk dat we heel anders aan het oplossen zijn. Ik denk dat we meer aan het kijken zijn hoe kunnen we verder automatiseren, verder verzelfstandigen en het nog schaalbaarder maken. Stel voor we gaan, ja, traditioneel ga je misschien uitbreiden, zeg nou een kantoor in Amsterdam erbij of kantoor in Rotterdam of nog verder of over de grens heen. Maar hoe kunnen wij zeggen dat alles eigenlijk wat herhaaldelijk werk is, dat we dat kunnen wegautomatiseren? We hebben het luxe dat we en een commercieel bedrijf zijn en een heel groot ontwikkelhuis bij ons bij elkaar hebben. En die combinatie die bewijs ik keer op keer. Ja goed, je stelt een vraag, maar geef het antwoord ook eens. Hoe gaan we bewerkstelligen dat? Hoe ga je bewerkstelligen dat je zero-touch support hebt of zero-touch sales? Ja, of dat je, nou, door middel van automatisering, door middel van dat als iemand ingelogd in ons systeem is en hij heeft een vraag, dat we eigenlijk al weten waar die vraag over gaat. Dus hij gaat ons niet bellen en dan zeggen, nou meneer, maar waar bent u dan ingelogd? Nee, maar we kunnen gewoon nog voorspellen waarover hij gaat bellen. Waarom kunnen we dan ook niet in onze software alvast vertellen waar hij het moet zoeken? En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Geef daar nog eens een paar voorbeelden van. Want je noemde net ook al AI en andere dingen. De volgende gast komt ook alweer binnen. Dat is altijd leuk om te zien. Wat zijn nou de ontwikkelingen die jij ziet op dit punt, hè, waar je echt heel excited van bent? Waarvan je denkt, wow, dit gaat ons heel veel tijd schelen. Dit zijn echt belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Ja, je ziet eigenlijk al, daar wat ik zeg, daar waar we systemen kunnen koppelen. Daar waar we de data kunnen delen van systemen. En daar waar we kunnen zeggen, niet alleen van, hey, ik kan, als je me belt, kan ik je matchen omdat je meer in mijn CRM staat. Maar als je me belt en je staat er nog niet in, dan maken we je automatisch aan. Dat is gewoon wat er vandaag al is. Dat is niet toekomst, dat is gewoon nu. En op basis daarvan kan je ook weer zeggen van, hey, wat kunnen we matchen? Welke kruisverbanden kunnen we leggen en kunnen we daar het antwoord al voor geven? Maar aan de andere kant, als je gewoon naar onze oplossing gewoon aan zich al kijkt, is die gewoon al de gebruiksvriendelijkste in de markt. Dus klanten die ons bellen, dat is maar een fractie van de klanten die überhaupt iets willen aanpassen in hun systeem. Hey, wil jij een keer met Ziggo bellen? Of is dat een klant van jullie? Nou, ik ben zelf klant bij Ziggo. Ik probeer ze vaak te bellen. Maar dat is soms toch... Dan sta je toch vaak wel wat lang in de wacht. Oh ja, en nog erger. Kijk, het allerergste van Ziggo vind ik dit. Dan heb je iemand aan de lijn en dan vragen ze eerst... Wat is uw postcode? Nou, 1097 CR. Wat is het nummer? Nee, oké, 39. Hebben ze het allemaal gezegd? Krijg je daarna iemand aan de lijn? En die gaat diezelfde vraag nog een keer stellen. Ja. Elke keer weer. Ik zeg, ja, maar dit heb ik net gezegd. Ja. Ja, jij ervaart dat als kastje naar de muur. Hun ervaren dat als customer journey, waarschijnlijk. Ja. Dat je van de een naar de ander kan gaan. Nee, maar dat is frustratie nummer 1. Doorverbonden worden en hetzelfde verhaal nog een keer moeten ophangen. Ja. En dat is juist wat wij met onze... Daar komt Lily ook heel sterk in natuurlijk. Want ik verbind door naar iemand en die ziet gewoon al waar het over gaat. Want het vorige gesprek is al gesummarized en in tekst erin gezet. Volledig automatisch. Weet je, dat is waar wij heen gaan. Dat is waar je heen gaat? Ben je dat aan het doen, dat summarize? Zijn jullie op basis van eerdere verslagen, zeg maar... Of typ je ook automatisch, omdat ze digitaal zijn, de gesprekken uit? Nou, wat mooi is natuurlijk, omdat het volledig op API's gebouwd is, is het niet alleen maar dat wij dat erin moeten zetten, maar wij kunnen een geluidsbestandje versturen naar Watson en we krijgen het als tekst terug. Weet je, dus dat is gewoon al te integreren met elkaar. Ja. Ja, en dat zijn ook het soort dingen wat jullie doen en waar je heel gespitst op bent. Ja. 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 En waar je zo te zien ook gelukkig van wordt. Dat is het. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het ontzettend leuk als je ergens komt en ze doen het op een bepaalde manier. Vroeger verkocht je over keuzemenu's. Tegenwoordig ben je veel meer in de workflows bezig. Je bent echt in de processen bezig van bedrijven. Ja, en als je dan ziet wat het de klant ook brengt, ja, daar word ik heel erg gelukkig van. Ja, jij zegt vroeger verkocht je keuzemenu's. Dat was echt zo ging dat. Ja, dat voer je het. Nou ja, dan zei je van, nou, ik heb een telefoontoestel en die heeft 100 toetsjes, kan u programmeren. En, oh, nou, dat zijn er 2 meer dan de andere. Nou, dan ga ik het waarschijnlijk voor u kiezen. Weet je, ja, dat was een hele andere tijd. Ja. Ja. En daar is het nu van, ja, oh ja, we hebben ook nog ergens telefoons. Maar goed, dat mag weer door brochure maar fantastisch bekijken. Ja, nou, hartstikke leuk dat we vandaag bij jullie te gast mogen zijn. Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ik vind het indrukwekkend. Mooie bedrijf. Mooi bedrijf, groot. Ja, een gigantisch mooi ingericht pand ook, waar jullie net zitten eigenlijk. Ja, pas kort. Wij zaten als eerste, onze collega's zijn erbij gekomen. Ja. En deze kantine is echt net...
Nou, jullie kwamen hier en ik denk net een uur daarvoor of zo opgeleverd. Ja. Dus het is echt allemaal, je ruikt het hier gewoon nog. En van de volgende week gaan jullie hier ook eten. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je natuurlijk tafeltjes programmeurs en tafeltjes mensen die aan de telefoon zitten. Want die twee bedrijven bij elkaar, ja, het zijn toch twee bedrijven. Nee, dat is hartstikke juist leuk. Daarom hebben we juist gekozen voor één lunchruimte hier. Om die kruisverstuiving te houden. Om te zeggen van, hey, ik had een klant aan de lijn en een ander, hey, ik heb een tof script. Weet je, dat is where the magic happens. Ja, oké, mooi. Ja. Hey, veel succes. Super, dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken onder meer Baksbier voor de biertjes. En Bier & Co. is de sponsor van ons programma, zoals je weet. Al die mooie biertjes die we iedere week drinken komen van Bier & Co. Jetstream uit Groningen zorgt al 8 jaar lang voor de livestream. En wie hebben we nog meer te bedanken? PQR voor de hosting van de website. En we hebben het al 2 keer gedaan, deze uitzending. Maar die ene keer erbij kan ook nog wel Voice voor de gastvrijheid. Dankjewel. Dag.